Hoi, Helma hier van Stenen Schilderen. Ik wil even een kleine uitleg geven over als je gaat dotten, hoe je dan je verf goed kunt maken, zeg maar, een beetje kunt verdunnen. Het is namelijk zo dat acrylverf vaak een beetje te dik is om mee te dotten. Dan krijg je van die stekeltjes eigenlijk op je dotjes. En dat wil je niet. Je wil een beetje mooie ronde dotjes hebben. Ik ga drie soorten verf bespreken die ik denk dat het meest gebruikt worden door mensen hier in de groep. Dat is de Van Bleiswijck van de Action, de acrylverf van Amsterdam en de Deco Art Americana verf. Drie verschillende soorten en ook drie verschillende kwaliteiten, zeg maar. Bijvoorbeeld de Van Bleiswijck verf. In de verf van de Action zit weinig pigment. En wat heb je dan als je gaat dotten? Dat je dus dotjes krijgt die er mooi uitzien. En dan gaan ze drogen en dan krijg je zo'n waterige rand eigenlijk om de dotjes heen. Dus om te oefenen is het prima, maar je zult zien als je deze verf gebruikt dat je niet het resultaat krijgt wat je graag zou willen. Maar ik zeg al, om te oefenen is het prima. Dan pakken we even de Amsterdam verf. Zoals de meeste acrylverven is Amsterdam ook een beetje te dik om te dotten. Maar het pigment is wel heel erg goed bij Amsterdam verf. Ik ga even de turquoise blauw pakken. Ik heb hier zo'n cupje, wat je ook bij de Chinees krijgt, zeg maar, met sambal erin. Maar in ieder geval, die kun je ook los verkrijgen, die cupjes. En ik vind het altijd wel makkelijk, want dan maak je je verf dotklaar, zeg maar. En dan doe je dekseltje erop en dan kun je dat later nog gebruiken. Hier zit niet meer zoveel in en ik wil die straks weer gaan gebruiken. Dus ik pak mijn tubetje met Amsterdam verf. En die doe ik hierin. En dan zal ik meteen even laten zien wat het resultaat is met Amsterdam. Als je dat zo zou gaan gebruiken, pak een dotdoeltje, pak wat verf. En dan zie je al dat onderaan mijn tool de verf eigenlijk een soort stekeltje is. Als ik die nou op het papier ga zetten, en ik haal mijn toeltje recht omhoog, dan zie je dus ja, dat het geen mooi rond dotje is, maar dat er een stekeltje op staat. Net een hoedje, zeg maar. Om dat nou goed te krijgen, kun je dat verdunnen. En dat kun je doen met een medium, met een pouring medium. Daar zou je er een beetje bij kunnen doen. En dan roeren en proberen om het dotje rond te krijgen. Met een medium heb je ook dat het dotje mooier gaat glanzen. En het pigment bindt mooi. Dus een medium is altijd natuurlijk fijn. Maar omdat niet iedereen dat heeft, ga ik het verdunnen met water. En dat gaat ook prima. Ik spuit er gewoon met zo'n flesje van de kruidvat. Heb ik wat water in zitten. Spuit ik wat verf of wat water in mijn verf. Dan pak ik een roerstaafje, gewoon van de koffie, en dan ga ik daar even roeren. En dan is het de bedoeling dat de verf eigenlijk de dikte van yoghurt gaat krijgen. En je kunt er af en toe eens omhoog scheppen en dan zie je dat die verf blijft staan. Dat is dan eigenlijk een beetje te dik nog. Ik zal het even laten zien.
Ik veeg mijn verf even af aan een doekje. Dan pak ik weer wat verf uit mijn potje. Kijk, weer hangt daar een stekeltje. Dus waarschijnlijk is er nog niet genoeg verf of water bij mijn verf gedaan. Dus spuit ik er nog een keer in. En ga ik weer roeren. Het is even een tijdrovend iets. Niet te hard roeren, want dan krijg je belletjes in je verf. En dat wil je ook niet in je dotjes hebben. Dus zachtjes roeren tot het een beetje yoghurtdikte is eigenlijk. Ik denk dat we hier een eindje mee komen. Ik leg het er even af. En dan gaan we weer proberen. Kijk, het is nou al minder een stekeltje. Het is meer een druppeltje wat er niet af gaat vallen. Dus dat is al goed. Dan tik ik weer even op mijn blad papier. En dan kijk ik. En dan zakt die mooi weg. En nou kun je zien het verschil. Zie je? Dat je stekeltjes hebt. En een platte dot. Dus mooi het rondje in het midden. Dus dan is je verf eigenlijk goed. Dat is eigenlijk een beetje proberen. Iedere keer een klein beetje verf erbij. Roeren. Weer een keer een dotje zetten. En dan net zo lang tot je eigenlijk... tot je eigenlijk... dus een mooi plat dotje krijgt. Nou pak ik hier even het cupje van de Deco Art Americana verf. En die is in cupjes te verkrijgen ook bij Atelier Nette Blasman. En je kunt die ook in flesjes krijgen. Maar als je net gaat beginnen en je wilt de verf eens proberen, zijn die cupjes natuurlijk wel fijn. Je kunt ook de kleuren gewoon zelf aangeven die je graag wilt hebben. En de cupjes zijn 70 cent per stuk. Maar... daar zul je geen spijt van hebben, want heel het gedoe met het verdunnen is dan niet meer nodig. Ik pak hier een beetje verf uit mijn potje. En ik zet een stip. En gelijk heb ik een mooi rond dotje eigenlijk. Geen puntje. Kun je het zien? Mooi rond is. Dus die verf is gewoon ideaal. Als je gewoon een aantal van die potjes hebt met verschillende kleuren, kun je gewoon uit het potje en je doet er heel lang mee voor het leeg is. ik kan het ook laten zien van de Action. Maar ik zeg al, dat is het eigenlijk hetzelfde als met Amsterdam. Het zal ietsjes dikker zijn. Dus je moet het dan ook weer gaan verdunnen. En omdat er al weinig pigment in de verf zit, krijg je dat die pigment nog meer uit elkaar gaat. En dat dus die rand om de dot heen eigenlijk doorzichtig gaat worden. Nou vind ik het toch wel aardig om eens te laten zien. Want anders dan is het misschien niet duidelijk. Dus ik pak een klein beetje van mijn... van Bleiswijk. Even hier op mijn pallet. En druk mijn toeltje even. Ja, sorry, is even uit beeld, maar ik heb het... Kijk, je ziet, er zit niet echt een stekeltje aan. Maar ik ga hem nu even op papier zetten. Dus dit is de Amsterdam. En meteen zie je al... dat het dotje niet zo mooi is. Even kijken. Dat het niet zo mooi rond is. Ik ga er nog eentje zetten. Voor flink wat verf eraan. Hij is ook een beetje dik. Dus daar zou dan ook wat water bij moeten. Doe ik er heel even water bij. Even uit het beeld, want ik heb hier mijn pallet liggen. Het doet dus hetzelfde als ik net heb gedaan met de
Amsterdamverf. Eventjes een beetje mengen met water. En dan probeer ik hem nog een keer met water. Nog steeds niet. Dus ook met de Van Bleiswijk blijf je eigenlijk water toevoegen. En hoe meer water natuurlijk, hoe minder dat er pigment bindt. En hoe minder mooi dat het gaat worden natuurlijk. Maar ik wil het jullie graag even laten zien. Kijk, nu heb ik er wat water bij gedaan en dan zie je al, het dotje wordt wat mooier. Wat mooier, niet mooi, maar wat mooier. En nou zul je direct zien, als ik direct nog eens laat kijken, dat die rand om dat dotje heen, dat die licht op gaat drogen. Dat heb je met de Van Bleiswijk. Wat je kunt doen om te oefenen, is dus met een dottoeltje stipjes te gaan zetten op een blaadje papier. En dan proberen om die stipjes allemaal netjes onder elkaar te stippen. Even groot te maken. En de afstanden tussen de dotjes ook ongeveer allemaal even groot te houden. Dat is een oefening die je zelf kunt doen. Om het een beetje onder de knie te krijgen. Dus ik pak hier nu mijn verf van Amsterdam. De tool hou je altijd rechtop naar beneden. Je raakt met de druppel eigenlijk het papier aan en je haalt hem rechtop af. Dan heb je altijd het dotje mooi in het midden zitten. En dan is hij ook mooi rond. Dus je zet dan zo netjes. Dus de druppel raakt het papier. De tool niet, want dan druk je eigenlijk de druppel weer plat. En dan krijg je een lelijk dotje. En zo probeer je dan op je papier om die dotjes mooi onder elkaar te zetten. En allemaal even groot te maken. Dat is een oefening die je kunt doen. En dat kun je dan met verschillende dottoeltjes proberen. En even over de dottoeltjes. Je hebt platte toeltjes en je hebt toeltjes met bolletjes. Heb je geen dottoeltjes, dan kun je altijd bijvoorbeeld de achterkant van de knopspeld gebruiken. Of zo'n gummetje van een potlood. Je kunt de achterkant van een haaknaald gebruiken. Alles waar eigenlijk plat is en rond is, kun je eigenlijk gebruiken om te dotten. Achterkant van een boordje. Of ja, in huis zijn zoveel dingen die je daarvoor kunt gebruiken. Maar heb je dottoeltjes, dan is dat natuurlijk wel makkelijk. Je hebt dus met bolletjes en je hebt platte toeltjes. En met alle twee kun je dus die rijtjes gaan oefenen op je papier. Iedere keer als je een stip gaat zetten, pak je opnieuw verf aan je tool. Want anders, als je twee stippen hiermee zou zetten, dan zijn ze nooit niet alle twee gelijk. Want de verf is al van je tool af. Dus als je gelijke stipjes zult maken, ook steeds weer verf pakken en een stipje, verf pakken en een stipje. En dat kun je dus ook doen met die ronde toeltjes. Wat je ook met die ronde toeltjes kunt doen, is doorstippen. Dan krijg je eigenlijk een verloopje van groot naar klein. Dat kun je niet doen met die platte tools, maar met de ronde wel. Dan doe je flink wat verf aan je toeltje. Je zet het op het papier en je gaat gewoon verder met stippen. Dan krijg je eigenlijk een verloopje. Een verloopje van groot naar klein.
En dat is dikwijls in een mandala wel heel erg leuk om te variëren. Dus ook deze verloopjes kun je oefenen op je papier. En ja, hoe meer je oefent, hoe beter dat je het onder de knie krijgt natuurlijk. Dan laat ik nog even zien hoe je bijvoorbeeld een bloemetje kunt maken. Dan zet ik ook weer met een platte tool even een stip op het papier. En dan pak ik zo'n bolletje, een klein bolletje. En dan ga ik eromheen stippen. Als je nou hier boven begint. En je gaat rond stippen, rond het bolletje heen. Dan heb je kans dat je aan deze kant een beetje vervelend uit gaat komen. Dat het net een beetje te groot is of net een beetje te kleine opening die je hebt. Dus het beste is om boven te beginnen en onder. En links en rechts. Dan weet je, dan heb je ongeveer zicht op wat je voor tussenruimtes hebt. En in die tussenruimtes ga je twee stipjes zetten. En pak je weer verf. Want je wilt je stipjes allemaal ongeveer even groot hebben. En dat is ook iets wat je kunt oefenen. Dus dat je dus mooie bloemetjes kunt maken. Ook die zitten vaak in mandala's. Dat is vaak het begin eigenlijk van een mandala. Dat je dus begint met zo'n bloemetje en dat wordt dan steeds uitgewerkt, zeg maar. Steeds met naar buiten toe. Maar het begin is meestal zo'n bloemetje. Kijk, dan meestal met zo'n mandala begin je dan weer een rand eromheen te maken met een wat grotere tool. En dan zet je tussen elke twee stipjes, zet je dan eigenlijk een stipje. En zo kun je dan een mandala helemaal uitbouwen. Dus iedere keer verf weer pakken. Om allemaal dezelfde grootte te krijgen. Oh, ik zit met mijn vingers erin. Bibberen. Dus zo kun je dan zo'n bloemetje maken en dan kun je weer een wat groter toeltje pakken en dan ga je weer tussen twee stipjes en dan bouw je daar zo helemaal uit tot een ronde. Je kunt ook nog variëren dat je begint met grotere stippen, maar dat kun je allemaal zelf verzinnen. Heel even terugkomen op die verf van de Action, want ik zie het al gebeuren. Die is nu aan het drogen en als je goed kijkt hier, dan zie je dat die rand eromheen, die wordt doorzichtig. En dat is eigenlijk niet mooi. De andere verf is allemaal netjes, maar die van Bleiswijk, ja echt om te stippen is het niet zo mooi. Even kijken, wat kun je nog meer doen? Zo gauw. Ik kan nog even laten zien hoe je zo'n druppel maakt, zeg maar. Pak je ook weer flink wat verf aan je tool. Zet een stip. En die stip die trek je eigenlijk naar onder. En dan krijg je eigenlijk zo'n druppeltje.
Je moet eigenlijk kijken dat je die stip zet en dan trekken, maar steeds minder druk zetten, zeg maar. Dat je die druppel eigenlijk in een puntje trekt. Dat is eigenlijk waar je ook kunt oefenen. Dus het zijn maar oefeningetjes die je alvast kunt doen. En voordat je begint op een steen of zo. In de workshops maken we leuke dingetjes. Dus bijvoorbeeld een poes. We hebben ook zo'n poes. We hebben bijtjes gemaakt. We hebben libelletjes gemaakt. Vlindertjes. Kevertjes. En zo kun je allerlei leuke dingetjes maken. We hebben ook nog een leuk boompje gemaakt. En een leuk hartje. Een libelletje nog van vanmiddag. Dus die dingen kun je dan eigenlijk allemaal maken in de workshopjes. Maar dan kun je alvast oefenen. En even kijken hoe je verf is. Ik zet in de beschrijving eventjes een linkje naar de Deco Art Americana verf. Van Atelier Nettie Blasman, waar je dus die cupjes kunt krijgen. Ook zet ik even een linkje naar Joy Color Art. Daar kun je ook de Deco Art Americana verf kopen. En bij Joy Color Art hebben ze ook een hele leuke dot cursus. En daar zou je ook eens naar kunnen kijken. Om het echt goed te kunnen leren is een cursus natuurlijk altijd wel fijn. Maar aan de workshopjes kun je sowieso meedoen. Altijd leuk om te oefenen. Kleine, net als hier bij de vlinder kun je zien dat we bezig zijn geweest met die bloemetjes, met die verloopjes. Hier hebben we bij de bij hebben we de druppels ingemaakt. We doen ook dubbele dotjes zetten. Dus een dotje op een dotje op een dotje. Dan krijg je ook weer een heel leuk effect. Dus als je dit een beetje alvast gaat oefenen, dan kun je aan de workshopjes sowieso meedoen. Mandala's doe ik nog niet. Tenminste, nog niet. Ik vind een mandala is wel heel intensief. En ook het drogen van de dotjes op een gegeven moment. Dat is best wel tijdrovend. Daarom is een föhn altijd wel makkelijk. Ook met deze dingen is het dikwijls makkelijk om eventjes je föhn erover te doen. Dat je dus die tweede dot kunt maken. Dus kijk even bij de beschrijving van het filmpje voor de adressen. En kom een keer meedoen in de workshops bij Stenen Schilderen op Facebook.